Leuk dat jullie kijken naar deze week vlog. Zoals je ziet is Tessa druk bezig om alle kaartjes op te hangen. Er is nog ruimte en er zijn nog kaartjes. Dus ze heeft nog wat werk te gaan. Maar ze is helaas ziek geweest gisteren. Dus is het even blijven liggen. Heel graag zien we nog kaartjes voor goede doelen. We hebben er nu 2 en het zou best leuk zijn als er nog een paar kwamen. Dus heb jij nog een goed doel waar alle mooie paardenspullen heen kunnen? Zoals de bukkelsdeken of de bukkelsdekens moet ik zeggen. Maar ook wat Mr. Ed voor jullie aan het verzamelen is. Manege Middenhof. Niet vergeten Applejack en zo nog een aantal bedrijven. Die zijn echt hard bezig om allerlei spullen in te zamelen. En het zou super fijn zijn als we daar een heel mooi goed doel voor zouden vinden. Waar dat heen gebracht mag worden. Moet je echt even een briefje schrijven. En in dat briefje zetten wat het goede doel is en waarom het erheen moet. Natuurlijk moet je ook iets voor iemand anders doen. En vergeet niet al onze super geweldige winacties. We hebben van Beter Batterijen winactie en er komen er nog heel veel meer aan. Waarbij je dus van alles zelf kunt winnen als je iets voor iemand anders doet. Dus heel graag zie ik jullie kaartjes zo snel mogelijk bij ons in Postbus 2024 3140. Zeg ik? Ja, 3140 Bernhard Anton in Maassluis. Dus allemaal kaartjes sturen. Tessa komt beneden en die zegt... Het heeft heel lang geduurd, maar ik heb eindelijk een uitknop! En hoe werkt dat dan? Nu moet je erop drukken. Echt? Ja. Oké. En hoe krijg je nou weer aan? Moet je weer op drukken. Oké. Okay. Door de muziek heen hoor je me waarschijnlijk niet eens meer, maar... Auto. Hey, Tappy! Heb je er zin in? Ja. Sinterklaas komt niet zeker? Jawel. Wij hebben hem nog niet gezien hoor. Nog niet gezien? Nee. En waarom zijn jullie er dan al? Ja, we passen niet met z'n allen in één auto, dus wij zijn hier naartoe gekomen. Maar ja, we dachten dat de Sint hier zou zijn. En nou is hij er niet. Van de week was hij ook als de staf kwijt. Ja. Gaat goed? Ja, de logistiek Piet die heeft dat steekjes laten vallen. Tijd voor een beoordeling. We hebben een klein Piet. Oh, oh, kijk. Sinterklaas is gevonden. Ik kom van de bakje lopen. Hij heeft geen haast meer. Oh. En zijn staf is nog steeds Poetsie. Zie jij zijn staf dan? Ja, nee. Ik niet hoor. Goedemiddag Sinterklaas. Goedemiddag. Hoe is het met u? Heel goed, mag ik. Het was een beetje onweg, maar ik ben mijn staf kwijt. Oh, ja. We hebben al het mij dat jij daar meer was. Ja, ik ben bang van wel, ja. Ja. Want je was het eind van mijn handje. Kijk hè? Maar Sint wordt ook een beetje ouder en die wil het weten. Oh jee. Gooi wat in mijn lichte tonde, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaas. Is je wel een beetje uit de maat hoor. De maat? Maat? Ja, moet je wel gelijk doen met de meiden. Misschien moet je die Pieter nog een keer goed leren. Ze kunnen mij gewoon niet helemaal volgen. Oh, dat is niet. Daar zou ik het bij houden. Ja, laten we het doen. En Tessa? Elke dag. Nog geen familie van. Nog geen familie van. Van een andere Otterlop. Die stap gespeeld en zo. Oh, of niet? Je bent bang van wel, hè? Zat jij ook in dat complot? Nee. Oh, dan is het goed. Hoe zou ik het ook van weten? En je hebt dit jaar een nieuwe fiets gehad? Nee. 4 benen. Ja, dat wel. Ja, toch? En hoe heet je die? Bella. Bel is heel druk vandaag. Ja, zeg maar ja, Bel. En kijk dan wat ze in de haar heeft. Bel is hip. Kan je ook zo doen? Kan je dat, Bel? De vlinder. Hè? Lekker de drol. Nou, gaan we lopen met haar. Ja. Zal ik de deken eraf halen? Nee, nog niet. Oké. Okay. Wat heb je aan, Tatumpie? Een jas van Tessa. Een vieze smerige jas van Tessa. Kon ze die niet even wassen voordat ze hem gaf? Hij is zeker lekker warm. Vind je hem ook leuk? Ja. Nou, gelukkig. Oh, hij is roze. Ja, precies.
Tess krijgt dit jaar een blauwe, denk ik. Maar ja, dan moet ik nog gaan zoeken. Dat duurt allemaal weer lang. Ja. Heb jij ook al van die prachtige kunstwerken, Vlientje? Ja. Ja. Maud, mag je mama de trui nog wassen? Soms. Soms. Ja, kijk jongens, Maud heeft hem weer aan. Onze Belly. Ah, is toch te leuk. Volgens mij doen ze conditietraining vandaag. Ja, maar goed, daar de ponies bij de rug. Wat zeg je nou? Jans, zo meteen. Oh, goed plan. Nou, de conditietraining is voorbij. Ze gaan er weer op. Het is echt heel koud. Maar ik moet zeggen, dat is wel cool. Want Bianca is nu bij de Hart voor Paarden Club. Want die loopt met de uitrijdenken van Bel. Sommigen komen niet op hun pony. Dat is toch lastiger dan dat het lijkt. Kijk, ons tatoepie die heeft Flinaatje... gepipt, zullen we maar zeggen. Met een tatummuts. Tadaa. En Tess' oude Hart voor Paarden jas. Dus we hebben nu de unicorn Flina. Eigenlijk welkom om zijn benen doen. Maar dat om zijn benen? Dat past niet. Dat is een beetje gek, hè? Heeft zichzelf een jasje. Ah. Goedemorgen, veel te vroeg. Het is 7:30 of zo. Ja. Maar even laten zien hoe Alice aan Rick uitlegt dat het tijd is om naar buiten te gaan. Zeg dus, Alice. Echt waar? Is dat zo? Ja? Oké, dan. Nou, dan gaan we er vandoor, ja? Ga maar. Vandaag is het woensdag en Romy is bij ons en die heeft een heel interessant weetje, namelijk... Nou, ik wilde echt al, ik overdrijf niet maanden weten, hoe lang zeg maar dit was bij Patriska. En bij Patriska was dat echt heel lang. En nu wil ik eigenlijk ook wel weten hoe lang het bij haar is, aangezien ze ook van die grote oren heeft. Misschien kan ik wel een centimeter zelfs opsnoren. Ik ga even kijken of ik een centimeter kan vinden. Zo, Romy gaat nu de spanlijte meten van Verona's oren. Oh. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ze heeft inmiddels ervaring hoe je dat het beste kunt doen. Braaf als je het goed vindt. Ja, de oren vindt ze geen probleem. Even kijken hoor. Eigenlijk vindt ze weinig een probleem. Oké, ik kom hier. Wat denken jullie? Ik denk 55 centimeter. Jij, Tess? Ik denk meer of minder? 50 is minder. Ja, minder. Jij hebt het helemaal goed. Heb ik helemaal ja, goed? Kijk. Ja, ik zag daar 40 te staan en ik dacht... Oh, het is hem gewoon vals gespeeld. Nee, dus 50 centimeter. Oké. Okay. 50 centimeter, hè, paard. Maar jij bent ja. Braaf hoor. Dat het er gewoon, ik heb moeten improviseren met een stroomzoutje. Vervolgens een stroomzoutje opmeten. Nee, maar zij moet natuurlijk ook al die foto's van Erna maar goed vinden. Ja, oké. Okay, ja. Dus nou ja, moet niet goed vinden. Dat vindt ze wel heel prima, zeg maar. Ja. Het is niet zo moeilijk. Bij Ilse in de les. En volgens mij zijn proefjes aan het oefenen. Dus dat is altijd goed. Ja, en nog een kleine hadden. In het Ierse dorp. Ons Kim heeft ons gewoon in de steek gelaten. Die is naar Duitsland, naar een of andere kerstmarkt. Maar gelukkig is er altijd nog Fabienne. Hoe was het, Fa? Ja, ze was druk. Dit moet dichterbij. Het ging hard. Maar uiteindelijk ging het wel fijn. Ja? Ja. Heb je lekker gereden? Het is natuurlijk ook gewoon waardeloos rot weer. Ja. En daarbij is het heel druk in de bak, dus we hebben ook niet heel veel keus. Ja. Nou, ken je? Moet er je? Nog een. Hè? Moet er nog een. Wie ga je nu doen? Stippie. Nou, veel plezier met de Stippie. Ja.
Mooie uitrijdingen. Yes. Nou, doe. En ik ga naar vereniging Eigen Paard. Had ik 2 jaar geleden geweten dat deze vereniging bestond, had me dat een hele hoop informatie zoeken gescheeld. Dat is de reden dat ik er nu heen ga, speciaal voor jullie. Omdat mensen die een paard willen kopen of een pony of informatie willen, dat kun je daar halen. Ja, serieus. Dus daar ga ik een hele video van maken. Ik ga er nu heen en binnenkort krijg je daar meer over te zien. In de file, la 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 la, in de file. Het is heel koud, kijk maar, echt. Ik zit helemaal ingepakt. Maar Tess heeft les van ver. Dus weer eventjes oefenen op alle puntjes die ze nog moet leren. Verder stilt Kim over het paard heen. Ja, goed gedaan, Fer. Nou, ik zit wel. Ja, je zit wel. Goed gedaan hoor, Kimmetje. Niet zo best gedaan, Verona. Je moet wel stil blijven staan. Ferens die draaft even voor hoe je zoiets doet. Half vol de halve baan. Dus zo is dat dus, jongens. Dan gaat Tess het nadoen. Dus kom maar hier vanuit de hoek. En dan ga je zeg maar hier op een haallijn op. Die maak je zelf. Dus de schuimlijn naar de overkant. En dan ga je nu die halen op de halve baan naar je hoek. En dan kom je op de hoekstap rechtuit. Zo. Rechtuit. Hij heeft het goed uitgelegd, ze snapt het. Ik hoop dat jullie de weekvlog weer helemaal leuk vonden. Hebben jullie nog toevoegingen voor ons om te filmen, wat je heel graag zou willen zien de komende tijd, dan kan dat zeker. Zoals ik zei, ben ik vandaag bij vereniging Eigen Paard geweest. En daar gaan jullie ook nog meer van zien. En dat is speciaal. Ja, we zijn dit kanaal al eenmaal begonnen om mensen te helpen die een eigen paard willen kopen. Of die met vragen zitten over hun eigen paard en dat soort dingen. Dat hebben we de laatste tijd wat minder belicht. Wel pony kopen, paard kopen en dat soort dingen. Maar nog niet echt de kleine dingetjes die het voor jullie makkelijker zullen maken om een eigen paard of pony te hebben of te nemen. Dus daar gaan we wat harder mee aan de slag in het nieuwe jaar. En dan kunnen jullie dus dingen van vereniging Eigen Paard voorbij zien komen. En dat is dus wat we komende jaar gaan doen. Maar heb je dingen die je in 2018 echt absoluut terug wil komen? Laat het hieronder achter in de comments. Vergeet Vlogmas niet, jongens. Echt, stuur kaartjes. Doe mee aan de winacties. Ga spullen inzamelen. En ga dingen voor elkaar doen. Dat zou zo super gaaf zijn. En ik zie je heel graag morgen weer. Doeg!